Op de stationsweg in Heilo is dinsdagmorgen ook het tweede paaltje gesneuveld. Een automobilist die vanaf de Kennemerstraatweg kwam, zag te laat dat er een paaltje stond en reed er overheen met zijn auto. De automobiliste die voor hem reed, deed haar knipperlicht uit omdat ze links een erf op wou rijden. De man had te laat in de gaten dat er een paal stond en klapte er bovenop. Omdat de auto vast zat op de paal, moest deze omhoog worden getakeld. Daarna is de auto afgevoerd.